Volkstuinvereniging De 100 Morgen uit 's-Hertogenbosch heeft de gesprekken met de gemeente afgebroken. Aanleiding daarvoor zijn de plannen om een transferium pal naast de tuinen te bouwen. De vereniging is boos en weigert nog om met de gemeente te praten. In oktober waren we echt in shock dat ze het plan hadden om op onze tuinen een transferium te bouwen. En nu komen ze met een plan om voor een deel ook nog op ons terrein, aan die kant, een kolos van een transferium te bouwen van 150 meter lang, 50 breed en 10 meter hoog. Nou, en dat is een situatie waarin het voor ons heel slecht tuinieren wordt natuurlijk. Op het moment dat je geen oplossing ziet in hetgeen wat de gemeente aanbiedt en ook niet conform is de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben, dan kan ik me voorstellen dat de vereniging zegt, wat ons betreft ligt het gesprek nu stil. We wachten wel af wat de gemeenteraad daarvan vindt en daar komen wij weer aan zet. Want in deze variant willen wij niet meedenken en dat begrijp ik, ja. Eerder maakte de gemeente al plannen om een transferium met plek voor 1100 auto's te bouwen op de volkstuinen. In oktober stemde de raad daartegen met de bossen groenen voorop. Toen heeft de wethouder beloofd om de tuinen ongemoeid te laten. In eerste instantie was de wethouder van plan om het transferium midden op dit terrein van de 100 Morgen neer te zetten. Goed, daar hebben we met succes tegen kunnen houden. En nu, zijn we een beetje bang dat er wellicht een variant uit de bus komt waarin op papier de 100 Morgen kan blijven, maar dat transferium heel dicht tegen deze vereniging aankomt te liggen, waardoor de aantrekkelijkheid van dit stukje groen in de stad eigenlijk weg is. Volgens de jongste plannen komt het transferium dus pal naast de volkstuinen te liggen. Hierdoor komt de leefbaarheid van de tuinen ter discussie te staan. Ook gaan het delen van de tuin verdwijnen, tot grote onvrede van de tuinders. De mensen die hier een tuin hebben, die gaan hem sowieso verliezen. Die mensen moeten een hele handel afbreken, die huisjes moeten weg. Ons clubgebouw, daar komt een weg overheen, een busbaan. Dus ze hebben ons alternatieven aangeboden, een vervangende tuinen zeg maar. Maar die komen 3 meter van een busbaan te liggen. Nou, daar wil je niet zitten. Ik denk ook niet dat we daar huurders voor krijgen. Het raakt u wel? Het raakt me enorm, ja. Je bent al eerder verstekt en je raakt verknocht, je raakt vergroeid met de plek. Er zijn mooie sociale contacten onderling. Het is meer dan alleen maar wat wortelen uit de grond halen. Het gaat veel verder. Een slimme oplossing is wat ons betreft ook kijken naar plekken elders in de stad. Je zou je kunnen voorstellen dat je op de Rietvelden, waar ontzettend veel braakliggende terreinen liggen, dat je daar eens kijkt om een transferium daar neer te zetten. Een bootje op en neer laten varen tussen zo'n transferium en het centrum lijkt mij prachtig. Ik denk dat dat ook voor toerisme in de stad heel goed zou zijn. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er op dit moment een nieuw raadsvoorstel in de maak is. Deze zal in februari of maart worden behandeld in de raad. De Bossen Groenen willen sneller duidelijkheid en hebben vragen voorbereid voor de extra raadsvergadering op donderdagavond. Dus we hebben de vragen voorbereid voor het vragenhalfuurtje, waarbij we de wethouder toch echt nog een keer willen oproepen van luister eens, we hebben afgesproken dat u met slimme oplossingen komt, een aantal varianten. En het kan niet zo zijn dat we over een maand over de definitieve plannen praten en dat u alleen maar met deze slechte variant komt, wat echt geen oplossing is voor de 100 Morgen en voor ons ook geen alternatief is. Wij denken wel, mocht het onzalige plan doorgaan, dan wordt het voor ons zo onaantrekkelijk om hier nog te zitten. Dan denk ik dat we gaan verkassen naar een andere volkstuin.